30 seconden. Staat hij al te sluiten? Perfect. 10 seconden. Dat is het belangrijkste.
Lekker goed afzien naar mij, hè? Ja. Ga erop, kom maar. En hoe dat... like a full bill. Zijn elkaar zo wel een beetje wijd, hè? Die zijn altijd zo samen. Allee, ik word een kick op. Ja, maar ik bedoel, allee, kom aan, hè? Gewoon kunnen volgen, is al verder. Ze zijn allebei een pak rapper. Dat is gezien. Hey!
Dat was wat daar, Leon. Weer een onderslag. Ik zit daar hier, ik heb hier een paar zaken. Ik heb geen smaak meer. Ik heb een kop opgevallen.
Mooie overwinning, proficiat Pekka Heijnen, proficiat. We zagen duidelijk op het strand dat daar het verschil te maken. De Rotterdekkers, mooie tweede plaats. Pallas Maris, die is al aan het recupereren. Proficiat Wals, mooie derde plaats. Even meegeschreven voor de overwinning. En de wedstrijd. Mooie prestatie. Het staat al voor de meer bijna. Ik ga het sprongen stellen voor jullie, dat kan niet aan hebben. Maar het is sowieso exclusief, het is niet even van genieten, maar je hebt ons eigen renner. Stijn Wouters, mooie vierde plaats jongen. Mooi gestreden. De vijfde plaats voor Stefan de 12-42, dat is niet Mertens. Maar ik ben eerst er net niet bij geraakt. Ja, ik heb wel moeite gedaan om toch die vijfde plaats af te snoepen, dan niet meer. Dus toch een mooie zesde plaats, merk. Opgepast. Aankomst voor onze kampioen ondertussen, proficiat, zet op een kamp voor. Mensen toch. Tijd. Mooie prestatie neergezet. Vliegen door het Molse zand. Hè. Met de dan zit hier een mooie wedstrijd neergezet en de wedstrijd ook voor de volgende renner, nummer 2 in het Pools kampioenschap lijkt daar in aantocht. Stuur Kools, proficiat Stuur, ja ook een weer, ja. Je houdt daar niet lang gewonnen, maar toch een mooie van 100 meter, dat kan niet anders. Oh, hij denkt dat hij gewonnen heeft. Hij zit er niet allemaal door. Mooie prestatie, Kevin. Nummer 3 in het Pools kampioenschap, Nick Sanders, proficiat Nick. Oh, we rennen in de aantocht. En van de wedstrijd, Stefan Klaalmans-Sleer. Proficiat van de wedstrijd dat we een mooie manier af te sluiten. Stefan Klaalmans-Sleer, die kop hier ook over. En van de wedstrijd, proficiat. Melanie van Kampen, agro-formatie. Wedstrijd voor Raf Dams. Mooie prestatie. De hele zandvlieger. Gijzi, duidelijk tevreden dat de wedstrijd afgelopen is. Ja, er wordt nog een handje klap gedaan, dus duidelijk nog niet vermoeid. Of toch? Goed, dan gaan we beginnen met de open wedstrijd. Een heel spannende strijd hebben we gezien. Drie renners die zich vanaf het begin afscheiden. Op een mooie derde plaats is uiteindelijk eindigt Wannes Maris. Proficiat Wannes. Zeker net een sterk zijn voor Wannes, maar toch een heel mooie prestatie. Applaus voor Wannes alsjeblieft. Hij gaat zijn mooie prijs in ontvangst nemen. Thank you.
de bronzen medaille en een mooie waardebon van onze sponsor Bouffard. Alsjeblieft, alles. Dan op de tweede plaats, een heel spannende strijd. Eigenlijk tot op de meet, daar is het pas beslecht. Rob Dekkers. Proficiat erop om er een mooie strijd van te maken. We hebben ervan genoten. In het opstaan bleek er duidelijk nog eentje net iets sterker. Het scheelde niet veel, maar een heel mooie prestatie van de winnaar van de overwedstrijd hier op Mountainbike Weekend. Pekka Heijnen. Proficiat, Pekka. Jij gaat zijn mooie prijs ontvangst nemen. Een handje plat met de andere renners van het podium. Dank u wel. Ook de renners even tussendoor. De renners voor de 3 uur wedstrijd. Die mogen plat nemen in de startbox ondertussen. De starters wel te bestaan van de teams. Dat de solo renners die de plaats nemen in de startbox. Het Molskampioenschap op een mooie derde plaats is daar geëindigd. Nick Sannen. De bronzen medaille rond de rek, Nick Sannen. Proficiat, Nick. Op de tweede plaats in het Molskampioenschap. Hij heeft een tijdje aan de leiding gereden, heeft het helaas niet kunnen volgen tot het einde. Maar toch een mooie prestatie, Steve Goals. Zilver op het Molskampioenschap. Is niet iedereen gegeven natuurlijk. Er was er eentje beter. Hij heeft uiteindelijk de kop overgenomen van Steve Goals. En heeft het dan mooi kunnen afmaken tot op het einde. Een prachtprestatie en een oververdiende Molskampioen 2022. Sepple van Kampvoort. Eén jaar lang mag hij de truidrager van Molskampioen die wordt hem dadelijk overhandigd door onze sponsor Binnenblad. Proficiat, mannen. Dag jongens. Tot en graven. Samen klaar om hier foto's van te nemen. Dat komt morgen zeker verder. We komen alle drie op het podium lopen, niet een van deze voor het Molskampioenschap. Op een derde plaats moet ik heel even terug gaan spieken. Daan zit op een derde plaats. Ik moet even nakijken dat het zeker is. Dat is het, Maarten. Dat je bronzen medaille in ontvangst kan nemen. Dat is de keer. Dat zijn mij niet gehoord. Dan op een tweede plaats in het Molskampioenschap is geëindigd Justine Soetaert. Het is een Molskampioenschap. Zij kan de medaille in ontvangst nemen, mooi dat zullen we draaien. En dan de eerste echte van de Molskampioenschap 2022 is Melanie van Kampvoort. Ondertussen worden de renners ook klaargezet voor de start van de 3 uur wedstrijd. Daar worden weer prachtige foto's genomen, die gaan straks op Instagram.